Ik denk eigenlijk dat muziek mijn eerste liefde was. House of Music is een muziekhuis waar wij wereldwijde impact willen hebben op mensen met onze muziek, waardoor wij ook professionele muzikanten gaan trainen in onze methodiek Children are Composers. Verschillende doelgroepen ook, niet alleen hoogbegaafde kinderen, maar ook kinderen met ADHD, kinderen met autisme. Ik ben een composer en ik noem mij dan een impact composer, omdat de impact die ik kan hebben als mens, als ik hier op deze aardbol rondloop, dat ik dan ja, een effect heb op die andere mens die dan bij mij muziekles volgt of een online programma volgt. En poef, ik kan daar zo een beetje magie op loslaten. Dat is wat mij voldoening geeft. Eerst artiest en die ondernemer kan daar dan mee aan de slag gaan. Zoveel mogelijk kinderen laten zijn en groeien door de muziek. En de manier waarop ik dat doe, daar moet ik dan ook in innoveren, omdat ja, daar kan ik mijn creativiteit van mijn kunstenaarschap en mijn componist zijn in gebruiken. Ik denk dat je vooral je hart ook moet volgen. Dus ik ben een ondernemer die ook vanuit mijn hart vooral functioneert.